Ja, waarschijnlijk nog wel, maar de man die naast mij zit, we hebben het al eerder over gehad, Maurice Deelen, die herinnert zich er niks meer van, want hij heeft drie medailles gewonnen, maar 3 jaar geleden kreeg hij een hersenbloeding, waardoor hij alles vergeet na 3 dagen. Dus elke keer moet hij weer opnieuw opstaan en denken, hey, die medailles, die heb ik gewonnen. Daar hebben we het al uitgebreid over gehad. Ik wil het eigenlijk hebben, Maurice, met je over je dagelijks leven, want dat is ja, voor mij en voor heel veel mensen, denk ik, heel raar. Jij wordt wakker. Wat denk je dan? Als ik wakker word, is eigenlijk het eerste waar ik aan denk dat ik naar mijn werk moet gaan. Want dat zit nog in mijn systeem. En dat is eigenlijk iets wat niet weg is. Je werk van 11 jaar geleden voor de hersenbloeding. Van 11 jaar geleden voor de hersenbloeding. En het grappige is, als ik daarover nadenk, herinner ik ook nog echt exact de 3 dagen daarvoor, de 4 dagen daarvoor, waar ik in de trein heb gezeten en hoe ik naar mijn werk ben gegaan. Wat deed je voor werk? Ik ben optometrist, contactlensspecialist geweest. Ik was net van baan geswitcht. Ik werkte voorheen in Utrecht en ben overgestapt naar een bedrijf in Amsterdam. Maar dat kan je nu niet meer doen? Nee. Het werk wat ik gedaan heb is aan mode onderhevig. Je moet er ook redelijk bijhouden wat er aan nieuwe dingen allemaal in de markt te krijgen zijn. Ja. Mijn kracht zat voornamelijk ook in het omgaan met mijn klanten. Als je dat niet meer kan doen, het is te veel werk om dat... Om dat allemaal bij te houden. Ja, het is sowieso allemaal veel werk om het bij te houden. Wat bedoel je? Ja, je kan niet alles in een computer stoppen. Hoe fijn je het ook zou vinden. Ja, wat ik me afvraag, een groot gedeelte van wat ik doe is natuurlijk gebaseerd op herinneringen. Hoe ik naar Hilversum rijd met de auto, wie mijn familie is, wie mijn vrienden zijn. Hoe doe jij dat? Niet. Ik kan dit gesprek wat wij nu aan het voeren zijn gaan vastleggen in mijn computer. Uittypen bedoel je? Ja, maar dan zou ik dat voor heel veel mensen moeten gaan doen. Dan zou ik dat voor mijn directe vrienden moeten doen. Dat zou ik voor kennissen moeten gaan doen. En geloof me, dat is echt niet meer te doen. Er is al zoveel wat ik moet onthouden of wil onthouden. Dat je op een gegeven moment moet je een bepaalde grens daarin gaan zetten. Natuurlijk vind ik het belangrijk dat ik weet wat mijn familie aan het doen is. Dat ik weet wat mijn broertje aan het doen is. En dat typ je in en dat lees je elke dag of zo? Dat lees ik om de 2-3 dagen, ja. Ja. En dan lees je letterlijk? Letterlijk wat ik daar heb neergezet. En dat is dus? In ieder geval dat ik weet wanneer ik getrouwd ben. Dat ik weet wanneer mijn dochter geboren is. Dat ik weet waarom wij verhuisd zijn naar een nieuw huis. Want ook dat weet ik niet. Als ik daar waarschijnlijk langdurig van weg ben geweest, is het voor mij alsof ik weer in een nieuw huis terechtkom. Ongelooflijk. En voor de rest is het natuurlijk ook best wel belangrijk om te weten hoe het met je broertje of met je vader en je moeder gaat. Dat zijn voor mij wel dingen wat ik belangrijk vind om vast te leggen. Ja. Alleen, net wat ik zeg, als daar nog meer informatie bij moet gaan komen, ja, dan heb ik er meerdere dagen voor nodig om daar doorheen heen te komen. Dus je maakt niet veel nieuwe vrienden? Ik maak heel veel nieuwe vrienden. Kijk, er zijn tegenwoordig veel nieuwe. Ja, maar je hebt tegenwoordig die nieuwe social media. En daar waar Facebook mensen gebruiken om dingen van hunzelf op te zetten, gebruik ik Facebook weer als een medium om contact met mensen te vinden. En dan zie je het gezicht erbij. Dus het gezicht erbij. En dat maakt het voor mij ook een stuk makkelijker. Maar als wij nu Facebook-vrienden worden, dan zie je het gezicht. Dan herken je dat over 5 dagen niet. Nee, dan zal ik er ook iets bij moeten zetten van wat je doet en wie je bent. En waarschijnlijk heb je dat in je info wel staan. Maar dan weet je het nog niet. Nee, dan weet ik er nog niet zo heel veel van. Dan zal ik ook actief moeten luisteren waar we het nu over gehad hebben. Ja. Dat zijn de praktische dingen. Dat je elke dag alles weer moet opzoeken. Of 1 keer in een paar dagen. Maar weet je ook hoe je je voelt? Hè? Dat neem ik aan, ligt ook aan herinneringen. Als ik nu even denk, ik ben dit weekend naar Wenen geweest. Mm-hmm. Superleuk was het. Daardoor ben ik nu vrij opgetogen en gelukkig vandaag. Dat is wel gerelateerd aan wat ik me herinner. Ja. Hoe is dat bij jou dan? Ik herinner natuurlijk nog wel mijn oude vakanties. Maar ik herinner me niet de nieuwe vakanties. Ik heb toevallig net een nieuwe reis weer gepland. En daar ga je naartoe. En daar zul je foto's van kunnen maken. Maar ja, het emotionele gedeelte eraan gaat gewoon verloren. Maar betekent dat jij jouw geluksniveau of tevredenheidsniveau altijd op dezelfde lijn is? Nee, ik kijk gewoon alles van dag tot dag. Ik bedoel, hoe voelt een dag? Nou, de dag zoals het die nu is gewoon goed. Ja.
En daar kijk ik dan morgen nog even op terug. En dan laat ik het langzaam weer aan me voorbij gaan. Weet je, je hoeft soms niet ver vooruit of ver achteruit te kijken. Je kan ook gewoon kijken wat je nu aan het doen bent. En daar gewoon tevreden over zijn. Er zullen mensen zijn die zullen denken van... ja, maar waarom ga je dan op vakantie als je het toch weer vergeet? Ja, waarom niet? Ik bedoel, het is toch mooi dat je van die dagen dan nog kan genieten... Ja. Van het feit dat je op vakantie bent geweest. Net zo goed als dat ik kan genieten dat ik gisteren ben wezen trainen in de sportclub. Of dat ik tijdens de spelen inderdaad goed gepresteerd heb. Het is wat heel veel mensen nu roepen, je mindfulness en in het moment leven. Dat doe jij als geen ander natuurlijk. Dat je kan niet haast anders. Niet anders. Nee, dat klopt. Maar voor je bent getrouwd, je hebt een dochtertje van 4. 4, ja. Je moet elke dag weer... over haar lezen, denk ik. Want je vrouw die kende je al voor die 11 jaar. Ja, mijn vrouw die ken ik al sinds 94. Dus daar ga ik al een tijdje mee rond. Maar bijvoorbeeld de kinderen, dat hoor ik van mijn vrienden. Die kinderen hebben, ze leren steeds meer, worden ze steeds leuker, interessanter. Je gaat misschien steeds meer van ze houden. Ja. Dat is bij jou niet zo. Ja, ik denk dat ik op een andere manier van mijn eigen dochter hou. Ik ben ontzettend blij dat ze er gewoon is. En ik geniet ook elke dag ten volle van haar. Alleen het moeilijke wat ik ermee heb... is dat ik geen goed contact met haar kan maken... op een manier zoals iemand anders dat wel zou kunnen. Als je kan terugkijken in de tijd... en je ziet het ontwikkelingsproces van je eigen kind... ja, dan kan je daar naar terugkijken... Ja, ik kan dat niet. Ik moet dat elke dag opnieuw moet ik met haar zien om te gaan. En te begrijpen waarom ze bepaalde dingen wel doet en bepaalde dingen niet doet. Is dat moeilijk? Ja, dat is lastig. Waarom? Ja, gewoonweg omdat je niet de diepte met haar in kan gaan. Het blijft oppervlakkig wat je van haar weet. Je probeert wel zoveel mogelijk daarvan vast te leggen. Maar ik ben behoorlijk afhankelijk van mijn eigen vrouw... om te begrijpen wat mijn dochter wil. Maar zo is het ook, het contact met je vrouw dan? Ja, maar gelukkig heb ik wel de herinnering... zoals ik die vroeger met haar had. Tuurlijk is het moeilijk te accepteren... dat de wereld om je heen aan het veranderen is... terwijl je zelf gewoon stilstaat. Jij kan wel lekker ongebreideld elke 3 dagen gruwelijke ruzie met haar maken. Ja, dat zou kunnen, maar dat doe ik liever niet. Ik probeer toch liever de leuke dingen van het leven te bekijken... en niet de negatieve en slechte dingen van Hoe het leven. Hoe komt het dat jij zo waanzinnig positief bent? Is dat ik wou vragen, is dat echt? Maar dan ga je natuurlijk ja zeggen. Dat is een stomme vraag, maar ja, weet je, valt me echt op. Ik baal ontzettend van mensen die juist bijvoorbeeld hun beperkingen gebruiken... om dingen bijvoorbeeld niet te kunnen. En ik vind juist dat je moet kijken naar de dingen die je nog wel kan. Ja. En daar het positief proberen uit te halen. Kijk, sport is bijvoorbeeld ook een element... waarin je heel veel positieve dingen kan halen. Ja, dat bewijzen die medailles die hier liggen. En überhaupt dat je hier zit natuurlijk. Maar voor mij is het toch om krankzinnig van te worden... dat je een geheugen hebt van 3 dagen. Ja, dat is ook krankzinnig. Dat is ook lastig. Dat is ook moeilijk. Maar ja, moet ik daarbij stilstaan? Nee, liever niet. Ik wil gewoon kijken van wat kan ik eigenlijk nog wel? En daar wil ik mee verder. En dat betekent gewoon dat je jezelf, denk ik ook, gewoon hebt aangeleerd. Ik heb mezelf in ieder geval aangeleerd om elke dag op te staan... en mezelf ergens toe te zetten waar ik ook dingen mee kan bereiken. En ik denk dat het positieve is wat je uit je eigen leven kan halen. Tuurlijk, als ik even weer door alles heen moet... dat ik weer er doorheen moet gaan, dat ik een hersenbloeding heb gehad... dat ik daardoor een geheugenverlies heb opgelopen... en dat ik in een revalidatie heb gezeten... en dat ik mijn eigen werk niet meer kan doen... is erg vervelend allemaal. En het is ook erg moeilijk om daar elke keer weer mee geconfronteerd te worden. Maar daarna moet je het afsluiten en moet je gewoon weer verder. Het was mooi dat je hier was. Ik zou nog uren met je willen praten. Ja, misschien de volgende keer. Misschien de volgende keer. Dankjewel, Maurice Deelen. Op naar goud. 1 keer zilver, 2 keer brons. Ik ga mijn best doen. Dankjewel, goed dat je was. Ik kijk uit naar heel veel mooie debatten. In de Tweede Kamer verdient... dat zij die mooie debatten kan houden. Dat u alle de ruimte krijgt om de dingen te zeggen die u wil zeggen. En dat we dan ook een beetje op tijd naar huis mogen.